Flink wat regen bij deze oefenwedstrijd tussen het Schouws elftal en FC Dordrecht. En ook op het veld zal het figuurlijk regenen, doelpunten regenen dan. Hier is de eerste al van Dordrecht, Terrence Groothoeze. Na 18 minuten maakt hij de 1-0. En voor het Schouws elftal is het bijzonder vervelend dat bij dat moment ook de keeper geblesseerd raakt en niet meer verder kan. Met een reserve doelman wordt het voor Dordrecht uiteindelijk nog iets makkelijker om de score verder op te voeren. Al een paar minuten later is het namelijk opnieuw Terrence Groothoeze die wordt aangespeeld. De bal hard binnenschiet. Ja, en volgens mij klopt er niets van. Is het geen buitenspel, maar het doelpunt telt niet. Wordt wel degelijk afgevlacht. Hier is het de bal die voorkomt en dan toch echt de 2-0 van dichtbij. Robert Mutsers is de man die na een ruim half uur spelen de score verdubbelt voor FC Dordrecht. Opnieuw een aanval waar Groothoeze bij betrokken is. Snel eruit, keeper is te laat. En opnieuw is het Robert Mutsers die namens FC Dordrecht kan scoren. De 3-0 dus en zijn tweede van deze middag. Daarmee is Dordrecht voor rust nog niet klaar. Hier is het een hard en laag schot van Clarence Bell. En dat betekent de 4-0. Het is ook gelijk de ruststand. In de tweede helft gaat Dordrecht door. Eerst houden ze het nog een kwartiertje droog wat betreft de doelpuntenproductie. Maar daarna komt Dordrecht op gang. Malisson Lima Duarte Lopez is de maker van de 5-0. Gerard de Nooyer ziet echt nog wel wat verbeterpunten in deze wedstrijd. Terwijl het later toch weer flink gaat hozen. Maar je ziet ook dat zijn ploeg af en toe razendsnel is in de omschakeling. Tuurlijk tegen amateurs, maar dan nog, je moet het goed uitvoeren. En dat gebeurt hier. De bal een presenteerblaadje voor Dennis Mamudov. Een van de nieuwkomers dit seizoen bij Dordrecht. Oudspits van Sparta ook natuurlijk. En hij maakt de 6-0. Nog een kwartiertje te gaan en Dordrecht is nog lang niet klaar. Weer een niet te missen kans. En daarmee is het een hattrick van Robert Mutsers. Die opnieuw scoort zijn derde in de wedstrijd. Tuurlijk geen loepzuivere hattrick. Maakt ze niet allemaal achter elkaar. Maar wel 3-1 oefenduel. Ja, en dit soort presentjes, dit soort cadeautjes die achterin worden weggegeven, daar weten de Dordtenaren wel raad mee. Opnieuw Malisson Lima Duarte Lopez, die weet te scoren. Ja, ook dit is weer zo'n uitgespeelde aanval met een niet te missen kans. Het slotakkoord is uiteindelijk, na wat gekke capriolen van die keeper, voor Dennis Mamudov. Hij maakt de 9-0 voor Dordrecht. Tot dubbele cijfers komt het niet. Maar goed, vorig seizoen werd er nog verloren van het Schouws elftal. Nu gewoon een duidelijke, dikke zegen voor de ploeg van Gerard de Nooyer tegen die amateurs. 9-0.